Laatste dag. Ja. Laatste dag. Waar denk je aan? Vind je ook niet dat de Eiffeltoren net een grote schemerlamp blijft? Lampenkapper op en klaar. Maak je je geen zorgen? Nee. Ik ook niet. Dat is toch raar? Ik weet niet. Het voelt gewoon goed. Alsof het zo hoort. Alsof dit is wat het zou moeten zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Ik heb hetzelfde. Maar ja, morgen. Morgen is morgen. En nu is vandaag. Wij zijn hier. Samen in Parijs. Vive l'amour! Hey. Dag, schatje. Wat ben je aan het doen? Ik ben onderweg. Oh, waar naartoe? Naar het hotel. En je weet winkelen. Nee, daar heb ik niet echt tijd voor gehad, sorry. Zeg, je gaat me toch niet vertellen dat je helemaal niks voor me meeneemt, hè? Ja. Nee, hoor. Leugenaar. Maar het is straks weer een of ander sjaaltje van het vliegveld. Dan hoef ik niks, hoor. Nou, maak je niet druk. Was er wat bijzonders dat je belde? Nee, ik mis je. Mis je mij ook een beetje? Natuurlijk. We zijn er. Ik moet je hangen. Oké, bel straks nog even. Ja? Doe. Misschien was het allemaal een vergissing. Ik geloof niks van wat je nu zegt. Kijk me eens aan. Zou je echt willen dat er helemaal niks gebeurd was tussen ons? Nee. Ik ook niet. Ja, wat moeten we dan? We hebben niet veel keus. Wat bedoel je? Want deze situatie is onmogelijk. We kunnen elkaar niet stiekem blijven zien, dat is waanzin. En ik moet eerlijk tegen mezelf blijven. Als je eenmaal hebt besloten om de rest van je leven bij één persoon te blijven, dan kun je het niet zomaar opzij zetten. Ik begrijp het. Nee, Sophie. Doe jou. Wil bij jou zijn. Ik heb me nog nooit zo thuis gevoeld bij iemand. Het is de eerste keer. Ik wil bij jou zijn, Lotte. Niet alleen hier in Parijs. Niet alleen vandaag.